Hallo YouTubers, jawel. Het is de drukke week. Weet je, ik heb heel veel dingetjes al gedaan. Ik heb de achterwand gedaan. Ik heb een nieuwe tafel gemaakt. We zitten hier fantastisch. We zijn in Frankrijk geweest. Dus het is echt wel drukke week. Drukke weken. Gelukkig. Ik vind het erg leuk om te doen namelijk allemaal. Ik ga een deur maken. Ik heb daar achter me. Kun je dit zien? Ja. Ik heb daar achter me heb ik een plekje waar de kruiwagen staat en waar wat groot materiaal staat wat we alleen in het seizoen gebruiken of wat dan ook. Als we daar in het hoekje zitten, dan waait het. Het is echt wel een windvanger, deze overkapping. Dus we moeten echt wel wat meer dingen dicht gaan maken. En als je daar zit... Dan zit je tegen een kruiwagen aan te kijken. Dat is ook niet het leukste uitzicht. Dus, ik ga een deur maken. Ik heb nog wat spullen over van andere projecten. Van oude projectjes. Ik heb een zwaluwplaat, één of twee zwaluwplaten over. Ik heb nog wat stijgerplanken over. Ik heb nog wat scharnieren over. Dus en als ik dat allemaal bij elkaar gooi, dan kan ik denk ik wel een leuke deur bouwen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Eerst maar eens even opruimen. We willen graag de tafel heel houden. Vinden we prettig. Ja, hij is zo solide, ik kan daar dingen ook op bouwen. Het is ook gewoon een soort bed van werk. Levensplaten. Die waren nog over van de badkamer. De badkamervloer hebben we verstevigd. Met levensplaten, zwaluwplaten. Dus die heb ik nog over. Ik denk dat het wel leuk is als dat een beetje metal look in de deur terugkomt. Even kijken. Nou, dit is een beetje het idee, hè. Dus ik wil dus de zijkanten planken leggen. De tussenin, die maken we ook goed. En dan aan de kopse kant, bovenop, zit een plank. En aan de onderkant zit een plank. En dan gaan we dat... sorry. Daar monteren. Dan zit hij heel strak. 83 zit hij strak. Dat gaan we niet doen. Het gaat allemaal nog krom trekken, zetten. We doen op 1 meter 82. We hebben dan 2. Nee. Contact op meet. Dit is 3,60 meter. Dus het wordt 1,80. Hoi. 1,80 wordt die.
zien we alweer hoe we dat oplossen boven en onder. De scharnieren, we kunnen twee dingen doen. We kunnen zo en hem dan zo open laten gaan. Dan komt hij zo hier zo langs de muur te staan. Zo. Of we kunnen deze gebruiken. En dan kan die open. Of we moeten er nog een balkje in zetten dat we hem helemaal door kunnen draaien. Maar dan, we denken hoor, we moeten de scharnieren aan de buitenkant komen. Zo. Nadenken. Zo. Ik weet, het zijn geen buitenscharnieren, maar ik heb ze. Even kijken. Zo. Het zijn geen buitenscharnieren, het zijn ook geen binnenscharnieren. Oei. Dus, als ik het zo doe, dan zet ik ze hier zo. En dan klapt die zo open. Zo. Even kijken. Ja, zoiets ongeveer. Zo. Zoiets zal het worden. Denk ik. Of. Zoiets. Zoiets zal het worden, denk ik dan. Geen idee. Zoiets. Denk ik. Zo. Zoiets. Ja, zoiets. En dan klapt die zo open. Zo. Op. En zo weer dicht. Zo, lekker soepel. Ja, moet even kijken. Deze zijn natuurlijk niet helemaal geschikt daarvoor. Dus we maken er wat leuks van. Of we doen ze hier zo neerzetten. Zo. Maar dan kan die natuurlijk alleen maar open. Dan kan die alleen maar tot zover. Maar dan zit ik hier met mijn kruiwagen en alles. Dus als ik hem hier wil hebben, dan moet ik hem wel helemaal door kunnen draaien. Zo. Moet ik hem helemaal door kunnen draaien. Soms, hè? Dus dan zou ik zoiets moeten hebben, denk ik. En hem dan erop zetten zo. En dan kan die helemaal doordraaien. Zo. Ja. Oh, we kunnen natuurlijk hier zo hierop zetten gewoon. En dan draait hij helemaal door. Zo. En dan kan die helemaal doordraaien. Zo. En dan komt die zo te staan. Zo. Dat zou kunnen. En als ik hem dan dicht doe, dan is die helemaal zo. Maar dan zit hij hier buiten. Dus dan moet ik hem inhakken. Hoi. Ja. Dilemma's. Ja, want dit is niet blijvend. Dus als ik dan dat gaat afbreken, dan moet ik het weer veranderen. En als ik hem daarop monteer, dan hoef ik daar alleen een standaard te plaatsen. Dus ik denk dat het die wordt. Dat wordt 10. Hoi. Nice. Dus dan is het zo. Hop. Zo. Hop. Hoi.
dacht dus dat het ook stijgerplanken waren, maar het is toch een andere maat of zo. Ze zijn net iets dikker. Nou, ik pak daar wel even een elektrische schaaf en dan maak ik ze wel even vlak, want dit is wel de kant die je ziet. Dus dat is wel leuk als dat een beetje vlak is. En ook, ook een beetje schoon. Grappig, hè? Ah, je moet er maar eentje bij zetten. Ja, even nog eentje bij zetten. Ja, zoom, zoom. Maar dit zijn dus... Kijk hoor, kun je ze zien. Er zit een boorpuntje op. Dus die kan je rechtstreeks kan je die in ijzers proeven. Je zit gewoon op de machine. Dan op het ijzer. Beetje duwen. En dan gaat hij vanzelf. En gaan er vanzelf in. Mooi, hè? Hoef je niet voor te boren. Ideaal. Zo, maakt geen herrie meer. Maakt altijd herrie, maar. Misschien had ik er iets van een tochtstripje achter moeten zetten ofzo. Als ik me irriteer, kan ik altijd eenmaal doen. Voorlopig even een klosje erop gezet. Ziet er wel chic uit, toch? Vond je het een leuk filmpje? Dan zou ik zeggen, like, abonneer en tot de volgende keer.